Ik ben Ron Mofsaert en dit is aflevering 300 van Het Leger, de Zeils in 2 minuten. In deze 2 minuten staat Psalm 145 centraal. Ik zal u eren, mijn God, mijn koning. Ik zal u voor altijd en eeuwig prijzen. Alle dagen zal ik u prijzen. Ik prijs u voor altijd en eeuwig. U bent geweldig. U verdient het te worden geprezen. U bent zo machtig, het is niet te begrijpen. Door de eeuwen heen zullen de mensen blij zijn over wat u heeft gedaan. Ze zullen vertellen wat u voor geweldige dingen heeft gedaan. Waarschijnlijk is het u opgevallen dat iedere zin herhaald wordt. Zin 2 is een kopie van zin 1 en zin 4 weer van 3 en zo gaat het door. Weliswaar niet letterlijk, maar iedere keer een beetje anders. In deze vorm zijn de meeste psalmen geschreven. En hoe gaaf is het dat ik in alle vrijheid mag zeggen dat ik de lieve Heer wil eren en prijzen voor wat Hij in mijn leven heeft betekend en nog steeds doet. En zonder dramatisch te willen zijn, ik heb mijn portie shit in mijn leven wel gekregen. Maar toch ben ik in de veronderstelling dat de lieve Heer het verdient om geprezen te worden. Als ik de tekst van deze psalm lees, dan merk ik duidelijk de link met lied 35 uit onze liedbundel. Dit lied spreekt van de adoratie die de dichter voor God heeft. De schepper van natuur en van leven is zijn idool. Nu heb ik niet zoveel met natuur en zo, maar ik ben het wel met de dichter van dit lied eens. God is groot. Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Ik ben Ron Mofsaert en dit was aflevering 300 van Het Leger des Heils in 2 minuten.